Ik ga zorgen voor een huisje voor Stief. Dat wordt een heel mooi huisje, gemaakt van hout en liefs. Sorry. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode 1.3.3.3.3.3.3.3. Zoveel drie's, ik weet het allemaal niet meer. Zoals ik al zei in de vorige aflevering, gaan wij nu eventjes een paar extra huisjes maken en ik heb geen hout bij me. Woeps. Is dit al het hout wat ik nog heb? Oké, nou, bloepen. Dan ga ik heel eventjes hout hakken. Ik ben zo terug. Moet hout hakken! En ondertussen is de traveling merchant gespawnd. Even kijken of hij nou iets boeiends heeft. Paint sprayer. Volgens mij was dat het enige dat we nog niet hadden. De paint sprayer. Moet ik heel eventjes kijken. Waar heb ik die dingen ook alweer staan? Hier. Nope, volgens mij is dat het enige wat we nog missen. Mag ik al eventjes van jou de paintsprayer? Kom eens hier. Ik wil de paintsprayer. Oké, volgens mij waren dat de drie ingrediënten die we samen konden toevoegen. Nee, nog niet. Oké, nou, dan missen we nog één ding. Dat is eigenlijk best wel jammer, maar dat maakt niet uit, want Steve die komt ons binnenkort weer helpen met hoe dat we verschillende dingen kunnen craften. Dus bedankt Willy, maar wij moeten bouwen, dus zeur niet. Oké, nou, eerst heel eventjes, want ik maak nou hier een fout, want ik begin normaal gesproken met bladerdeeg. Dus ik wil eigenlijk een beetje hier beginnen met de bladeren, want hier komt dan inderdaad de deur. Oh nee, wacht even, dat wil eventjes dit even wegdoen. La 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 la, dat zet ik toch mooi hier neer. Want dan willen we toch eventjes tot er hier een mooie deuropening kan komen. En dit mag wel ietsje lager, zo dan. Zo, vooruit. Ik kan hier die deuropening komen en dan gaan we dus beginnen met een mooie bladerlaag. En voor de mensen die het willen weten, dit nu wil ik een beetje Umbreon's kamertje gaan maken. Dus een beetje Umbreon stijl. Dus dan hebben we dadelijk eventjes die blokken nodig. En we gaan gewoon hier een beetje willekeurig, alsof dat het echt een mooie tak is. Misschien kunnen we hier zelfs nog wel een 2 maken, een 2 deur. Ik bedoel, als we het een beetje langer maken, dan zou dat op zich wel kunnen. En dat is op zich best wel grappig om te doen. Dus zo, even hier. Ja, hier kunnen we wel 2 kamertjes van maken, zoals ik het zo zie. Oké, nou, ik vind de bovenkant vind ik al mooi. Dit eventjes dan nog een mooi zo trapje maken zo. Dat het hier een beetje mooi zo uitsteekt. Een beetje uitsteekteltjes hier zo. Nou, eigenlijk heb ik een beetje meer vlakke ondergrond hier. Dat vind ik wel wat fijner om te bouwen. Zo. Een beetje dikker maken zo. Dat het wel mooi eruit ziet. Zo, een beetje zoiets. Ja, dit ziet er wel leuk uit als een echte bos gewoon. Echt een lekkere, dikke bos met bladeren waar we nog wel 2 mooie huisjes van kunnen maken. Ik ben hier tevreden over. Goed. Dan gaan we eventjes met het hout werken, want er komt dan een beetje de houten binnenkant in. Dan wil ik het toch een beetje zo een beetje in een... tot er een beetje van die takken toch nog een beetje zo tussen steken zo. Dat is altijd leuk. Zoiets. En dan kan hier volgens mij nog een extra deur komen zelfs. Dan halen we dit gewoon even weg. Hoppakee. Ben ik heel simpel in. Ik zou dit gewoon helemaal Umbreon-stijl eigenlijk willen maken dan. Nou, volgens mij is het wel mogelijk. Maar dan hebben we dus wel heel eventjes die blokken nodig om een Umbreon-stijl te gaan maken. Dus ik ga heel eventjes naar een Sky Island toe. Maak heel eventjes een huisje helemaal verpakt. Want ja, ik ben dus vergeten om zo'n huisje helemaal van kant te maken. En dan we hopen dat er geen wivers spant, want anders hebben we een probleem. Want ja, wivers die... wacht eventjes, waar hebben we nou... we hebben hier al een Sky huisje. Dus ja, wivers die kunnen namelijk nogal snel een probleem gaan geven. Dus wil ik wel vooruit gaan kijken. Ik wil eigenlijk kijken, want volgens mij krijg je daar niet zo'n... Ja, de blokken zijn daar heel mooi voor, maar... Het is niet echt een Umbreon-stijl huisje wat ik wou. Ja, kijk, die... Ik weet niet of je daar hiervan kan maken. Want volgens mij krijg je dan die disc-achtergrond als je dat met deze blokken doet. Dat weet ik dus niet zeker. Daar komen we van eigenlijk achter. Het gaat om de achtergrond, dus we jatten gewoon hier alles mee en... Ik laat gewoon
Het raam en alles laat ik hier gewoon staan. Voordat er dadelijk een wiffer in een gespant. Je weet het nooit met die krengen. Want daar ben ik nou niet echt voor op voorbereid. Dus... Oh ja, en ik heb mijn spaar per ongeluk nog uitgezet. Slimme ik! Trouwens, wat is de quest van de dag vandaag? Skyline en Lake Service. Nou ja, daar zijn we nou toch, dus... Kunnen we die ook gelijk meenemen? Ik bedoel, misschien krijgen we die weather radio. Dat is het enige wat we nog moeten hebben van de Fisherman's Quest. De weather radio. Ik vis dit heel eventjes en ik zie jullie terug bij het bouwproject. Oké, Harpy Fish, kom op. Geef de weather radio. We kunnen een zeemeermin dinges worden. Thanks, Mumee. Dat stellen we... Nee, ik wil niet naar de wall of flesh op het moment nog. Stellen we zeker op prijs hoor, buddy. Ja, daar hebben we geen zin in. Nou ja, aan de andere kant, wacht eventjes. Ik kan nog terugkopen. Het is een staart van een Vaporeon. Oké, dit... Dit is raar. Oké, dus ik zie mijn schoenen. Misschien moet ik even de schoenen even uitzetten. Misschien met een donkerblauwe dye dat dit wel leuk zou zijn. Maar op het moment heb ik echt zoiets van... laten we maar gewoon... Waar zijn mijn schoenen? Waar zijn mijn shoes? Van mijn set. Oh, die heb ik gewoon aan. Oké. Okay. Oh, wacht. Ik heb heel de mermaid dinges hier staan. Nee, ik heb zoiets van... Ja, ik hou hem wel eventjes in een verpakking of zo. Wit wel even in een doos. Misschien dat we er inderdaad een Vaporeon look mee kunnen maken of zo. Evie, wat vind jij? Ik bedoel, misschien het is mogelijk. Maar... Ja... Wie weet. Ja, van die blokken kunnen we alleen maar Discwall maken. En Discwall vind ik nog niet echt bepaald Umbreon-like. Ik denk dat ik het dan gewoon met Granite Blocks ga maken in de achtergrond. Ja, dit is wel Umbreon waardig, dacht ik zo. Dit ziet er gaaf uit. Hier ben ik wel tevreden over. Alleen, jammer genoeg hebben we dus niet helaas genoeg om meubels te maken van... misschien trouwens toch nog net wel. Laten we eens even kijken hoeveel blokken dat we overhouden. Eens even kijken. Want als we dan weer terug gaan, dan kunnen we daar weer namelijk een paar blokken van maken. 14. Kunnen we daar een... Hoeveel kost een tafel? 8. Kunnen we maar één tafel maken. Ik heb liever de deur. Nou, ik kan één tafel maken. Heb ik trouwens nog houtachtergrond? Want ja, ik ken die achtergrond dus van Living Wood kan ik niet maken. Dat is dus wel een nadeel. BG, even kijken. Nou, ik heb Living Wood Wall, dus we kunnen daar inderdaad de achtergrond gewoon maken. Dat is geen probleem. Dan vraag ik mij het toch af. Hebben wij ergens in de buurt dan een granite biome waar ik heel eventjes blokjes kan gaan farmen? Want ik zie verder ook helemaal geen granite hier liggen, dus... wat zit hier eigenlijk in? Nou, ah, weer een mining potion. Nou ja, handig altijd. Maar ja, we hebben nou de pickaxe. Ja, deze die gaan we gewoon eventjes sparen. Die hou ik heel eventjes hier in een aparte doos. Die houden we heel eventjes apart. Die gaan we sparen voor een hele leuke grand opening. Maar ik doe heel eventjes mijn inventory weer legen. En ik zie jullie in een seconde. En dan ga ik heel eventjes kijken of we wat meer granite kunnen verzamelen. Dat ging me net goed. Ik was wel eventjes op zoek naar een underground biome, maar... Damn! Een underground, naar zo'n granite biome, maar... Damn, dat ging me net goed. Die spinnen die zijn dodelijk. Jeez. Oké, nou, laat ik heel eventjes gaan healen en het even overnieuw gaan proberen. Namelijk, ik wil nog... Ik heb zo'n idee van misschien is het beste om gewoon eigenlijk daar gewoon nou een tafel en een stoel en een paar torches neer te zetten. Zodat de guides kunnen spawnen. Zodat we eventjes wat meer walls of flesh neer kunnen gooien. En dat we dus heel erg hard... want ja, we hebben nog een tweede deur eigenlijk nodig ook. Dus ja, we pakken gewoon heel eventjes wat simpele... Dat wordt dus nog veranderd, laten we het zo zeggen. We gaan daar nog zeker even iets aan doen. Maar eerst eventjes dat ik even... Anders kom ik nergens aan toe en dat is vervelend.
Nou, aan de andere kant, het is nog nacht, dus zolang dat er geen guide is, kunnen we nog helemaal niks. Maar er zijn mijn meubels. Zoveel dingen die ik wil gaan doen. Dat is Terraria en de notendop. Gewoon zoveel dingen die ik wil gaan doen. Nou, oké, die erbij. Deze erbij. En... ja, die deur die maken we dan hier wel van. Hoppakee. Ik bedoel, een granite biome, die komen we echt wel tegen. Deze die hebben we toen gevonden, waarschijnlijk met die teleportatie... doos of zo, weet ik veel. Oké, dus hier die. Deze die komt dan daar. Deze kan dan hier komen. Zullen we die stoel even niet weggooien en gewoon hier even plaatsen? Is het goed, ze zijn het allebei wel het huizing nou. Ja? Ah, dit huis is te klein! Ik moet het iets groter maken. Oh boy. Geef me een seconde. Nou, blijkbaar moeten we toch naar een granite biome gaan zoeken, want ik moet deze kamers ietsje langer gaan maken. Dus ik ga toch heel even snel op zoek naar een granite biome. Hopelijk tot onze guide snel komt, want echt serieus, hier heb ik geen zin in. En ik heb nog steeds een zakje niet opengemaakt vanwege die reden. Nou weet ik dus dat de granite biome ondertussen... tot hier er iets zit. Tenminste, dat denk ik. Dat weet ik dus niet zeker. Maar ik heb zo'n gevoel dat hij daar zou zitten. De enige manier om daar te komen is om helemaal naar beneden toe te graven of via hel daar te gaan komen. Ik zie wel hoe we daar kan gaan komen. Ik denk via hel. Hier zit er gewoon helemaal nergens iets. Oh, wacht, wacht. Oh nee, dit is nou corruptie, hè? Ai. Dylan. Niet echt waar we naar op zoek waren, maar goed. Dylan. Ik heb trouwens al eventjes gekeken en die ene plek was geen granite biome. Dat was gewoon dat zwarte gebeuren. Dus ik ben nog steeds aan het zoeken eventjes naar een granite biome. Hopelijk dat we die vinden. Zo niet, dan gaan we gewoon al beginnen met farmen. En dan wachten we maar heel eventjes tot we misschien later nog tegenkomen. En oh, joepie, we zijn weer een depth meter tegengekomen. Wat leuk. En dit wordt een lastige sprong. Nee. Al die zoobats, ga weg. Oké, dat ging niet zoals dat ik had gehoopt dat het ging, zou gaan. Whatever. Ja, het is hier druk. Weer een marble biome. Ik wil geen marble biome. Ik wil juist die andere biome tegenkomen. Oh, hallo Spook. Een groet aan Danny. Danny Phantom. Een van de leuke shows die we vroeger keken. Oké, weet je waar? Ik neem jullie gewoon heel even mee. Je wordt gewoon heel eventjes een ondergronds explorer. Nevermind, hey, ondergronds exploring is alweer voorbij, want ik moet weer gaan graven en dat is saai. Hehe, een granite biome. Het werd een keertje tijd hoor. Nou, waarom doe jij nou niet wat ik wil? Oh, oh, oh. Moet er even heel erg druk. Oh. Goed, nou, dit wordt heel eventjes snel eventjes dat we hier dus zoveel mogelijk van... mijn inventory zit vol. Ga fietsen. Ijsblok mag weg. Dirtbloks hebben we genoeg van. Mudbloks zijn altijd nog handig. Silkbloks die mogen nou weg op dit moment, want doe ik niks mee. Ik krijg glowsticks. Ik heb weer een hardkristal gevonden. Depthmeter. Ja, ik heb nog een gijzer trouwens gevonden voor onze booby trap. Ik vind die gijzer vind ik echt leuk. En voor de rest gaan we dus zoveel mogelijk granite blocks heel eventjes verzamelen. Gewoon hier om eventjes Umbreon stuff mee te kunnen maken. En dat is gewoon leuk. Oh, en trouwens, er zit hier boven nog eens een keer een huisje ook. Nou ja, weet je wat? Volgens mij gooide ik per ongeluk een granaatje. Lekker belangrijk. Eens even kijken. Wat hebben we hier in dit kistje zitten? Een extractinator. Alweer één. Night vision helmet. Wauw, dankjewel. En een teleportation potion. Nee, die zijn altijd grappig. En die bars die laat ik gewoon zitten, want daar ken ik gewoon niks mee. Goed. Eventjes nog wat steen ophalen. En dan gaan we terug naar huis om heel eventjes snel het huisje af te maken. En dan gaan we weer confused wezen en wall of flash praktijken doen. Goed, nou, het huisje die is eindelijk gefixt. Begint het weer te regenen, waardoor dat we dus nog steeds niet wall of flesh kunnen farmen. Maar weer moet ik een golem farmen. Nou, ondertussen dat we dus toch bezig zijn met al die crap, is het eventjes tijd om toch eventjes die crystal ball te gaan halen. En ja, hij verkoopt ook wel wat leuke andere dingen. Musicbox, die zijn altijd leuk. Kunnen we dadelijk wall of flesh muziek eventjes opnemen. En dan hebben we dus altijd wall of flesh muziek bij ons. Die mag dan bij Steve staan, zodat hij vaak die muziek kan horen van dit heb ik overleefd. Als Steve terug wil komen, tenminste naar ons.
Ik hoop dat Steve terug wil komen. Wat ook heel erg belangrijk is, is nou dat we de crystal ball hebben om zoveel mogelijk bullets te kopen. Om precies te zijn, 4 stacks hebben we hiervoor nodig. En we hebben nog 1 stack in onze inventory, dus dat is alleen maar gunstig. Want als we dit doen... We hebben gewoon 5 plaatsen om coins, zeg. Zo, hé. Maar als we dit doen... dan koop ik ze alsnog, terwijl ik ze niet meer nodig heb. Hier, mag je hebben. Op het moment dat je 4 stacks hebt neergezet en... Ja, weet je wat? Ik vind jouw huis toch al een beetje aan de lege kant. Dit hoort gewoon bij jou. Alsjeblieft. Dan kunnen wij de Endless Musket Pouch maken. Endless Musket Pouch, het enige wat hij doet is... Het zorgt ervoor dat we oneindige kogels zullen hebben... Voor alles wat kogels nodig heeft. Dus zeker een heel handig item. Jou zet ik heel eventjes op hem neer. Jij kan... Ja, trouwens, jou hebben we niet meer nodig, dus... Waarom ik die daar nog steeds heb staan, dat snap ik niet, want we doen niks meer met mijn bijen. Maar goed, we gaan heel eventjes naar de... Ja, naar de Frost Tundra Biome. En dan gaan we maar eens heel eventjes kijken of we nog een golem kunnen clearen. Laten we het hopen. Oh boy, het is volle maan. Tijdens een volle maan spannen de weerwolven. En weerwolven die zijn dodelijk. Maar ja, die kunnen wel hele goede stuff droppen. Oh boy. Nee, dit willen we niet. Oh jeez. Dit gaat gevaarlijk worden. Misschien heel erg handig om heel eventjes hier dan toch dit eventjes te doen. Dan hebben we toch een farm gaande. Ah ja, misschien krijgen we nog heel veel goodie bags en misschien spant dat andere kring ook nog wel. Zo'n golem. En vergeet niet, er zijn ook nog een heleboel... Goodie bag! Er zijn ook nog een heleboel dingen die dus kunnen spannen vanuit... hoe heet dat? Vanuit de weerwolven. Dus daarom ben ik eigenlijk best wel blij aan de andere kant dat er nou weerwolven spannen. Oh boy, 2 achter ons, 2 achter ons. Oké, spring, wegwezen hier. Er zijn er al 3 ondertussen. Wauw. Ik weet niet wat voor oog jij moet voorstellen, maar dat is ook een nieuwe. Dat sneeuweffect, geweldig. Nee, 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 nee. Ja, wat spant er weer veel. Oh. Oh boy. Hou ik het zo bij? Nee, hele foute timing. Snijkvogels. Oeh, we hebben al een fast clock te pakken gekregen. Dat is een van die items die we zeker al wouden vinden eigenlijk. Nou ja, die kwam niet van die weerwolf af, maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, we hebben weer een ijsgolem. Well, this is going well. Maar ja, mijn health is not going well. Heel goed boven me nou opkijken. Dat er, niks spant. Nou, die is neer. Oké, weer een ice feather. Oh, hoi. Oh, jeez. Het is hier druk met de weerwolven. Holy snijvogels. Hop! Nee! Ah, fartsnikkels! Stomme ijsgolem. Ik had je bijna weer kunnen pakken op het punt waar dat ik veilig stond.
Oké, we hebben er weer één. Ook al heb ik nu wel een minuut slowness, omdat die laser me een paar keer heeft geraakt. Maar we hebben onze laatste gevonden ondertussen. En ja, we kunnen hem hier wel redelijk raken. Zolang we wel voor uitkijken of hij ons niet raakt. En dan komt een slime onze kant op. Ga weg, slime. Oké, okay, gewoon blijven raken. Kan ik hem zo raken? Mij niet. Ik kan net niet zien door onze blizzard. Nou ja, maakt niet uit. Hij is toch neer aan het gaan. Ja, dit gaat wel goed. Wow. Dit zag er even heel raar uit op mijn scherm. Had een hele gelige waas. Nou ja, in ieder geval, we hebben 3 frostcores. Dat is hetgeen wat we wouden hebben. Dus we zijn op het moment nog klaar met alle farmings en al dit soort gebeuren. Dus we kunnen hier nu eindelijk weggaan. We hebben helaas niks gekregen meer van die beerwolven. Dat vind ik wel jammer. We hebben wel nog een paar goodiebags gekregen. Want vergeet niet, de Halloween special die is nog steeds gaande. En niet te vergeten, we hebben nu eindelijk de kans om te zeggen van... Goh, laten we nou maar eens een keertje die Wall of Flesh gaan farmen. Want het is nu dag en dat is dus het beste tijdstip om dat te gaan doen. Dus ik ga snel mijn inventory kleren. En de deurbel gaat, dus ik zie jullie in een seconde. Oh, ik zie dat we hem wel te pakken hebben gekregen. We hebben de Quick Moon Charm. Dat is dus hetgene wat, dat is één van de 2 dingen die we dus eigenlijk wouden krijgen van die weerwolven. Eigenlijk had ik ook liever een bandage gehad, maar dit is juist... Bandages die kunnen we ook nog van andere dingen krijgen, dus... De klok die hoort hierbij. Moon Charm die hoort even, leggen we ook wel eventjes apart. Dit is een hard mode material, die wil ik zeker ook heel eventjes apart leggen. En hoezo heb ik nog steeds dat ding vast? Hoezo heb ik nog steeds dit ding hier? Ga weg. En ja, zet die rainbows, die paraplu slime, zet die maar heel eventjes daar neer. Goed, voordat wij richting Wall of Flesh farmen gaan. Want nou hebben we eindelijk alle equipment ervoor klaar om eindelijk een paar keer de Wall of Flesh neer te gaan halen. Wat we willen doen is, we willen heel eventjes tegen... rare naam. Willen we purification powder willen we kopen? Ja, doe er maar een paar. Deze willen we bij ons houden mochten we dus een NPC tegenkomen. Nou, we hebben een extra huisje, dus... Ik verwacht dat er de hele tijd een guide wel zou kunnen spannen, dus daarom ons geen zorgen over te maken. Oké, okay, eventjes bij bosses. Ja, en... You are a terrible person. Inderdaad, zolang je Steve niet bent, ben je niet de echte guide voor ons. Jullie wannabe Steve's. Wij willen Steve terug, maar wij hebben ook sowieso nog het een en ander te halen. Oh ja, deze trap staat nog aan. Whoopsie. Oh, eerste traveling merchant. Mag ik alsjeblieft gewoon nou eens rustig daar gewoon beneden eventjes staan te kijken van... Goh, wat motten. Oh, die wil ik zeker hebben. De ammo box. En voor de rest heb je niks boeiends. Nou, dankjewel voor die ammo box en voor de rest opdonderen. Dat zorgt ervoor dat we dus 20% kans hebben dat we dus geen kogels verspillen. Is op zich wel een hele handige accessoires, maar ik wilde wel wat flesje wil ik nou gewoon neerhalen. Dus ik ben gewoon helemaal klaar eventjes met al die onzin. Flareon, ik kies jou! Waar was je, joh? Jolteon, ik kies jou! En natuurlijk nog meer evoluties die eraan zitten te komen. Want ik heb al een paar ideeën van de evoluties die ik dus neer wil gaan zetten. Dus dat gaat zeker goed komen. Goed, Wall of Flesh tijd. Maar dan fast forward natuurlijk. We hebben onze NPC erbij. Harrison. Ja, die kan ons dus lekker veel money geven. Ondertussen wacht ik nog heel eventjes... nou ja... Ik ben nog steeds bezig met Wall of Flesh farming. Dus... nou ja, fast forward die hebben we nou ondertussen wel gezien. Zo gaat het nog steeds een beetje door. Ik heb nog steeds 3 guides die we dus doorheen kunnen jassen. En daar ben ik ook zeker van plan. Dus daar ga ik nog heel eventjes mee verder. En daarna zie ik jullie van eigens wel weer thuis verschijnen. Oh boy, onze eerste dodelijke goblin invasion komt eraan. Oh, dat kan gevaarlijk worden. Maar ja, ik ga eerst nog heel eventjes de Wall of Flesjes doen. Nou, aangezien dat er nog steeds niks gespant is verder, ga ik er maar vanuit tot er dus geen NPC's kunnen spannen op het moment dat... ja. Oh, ben ik confused? Nee. Op het moment dat je dus, ja, een event gaande hebt, zoals een Goblin Army.
Dus ik denk dat het eventjes tijd is om onze traps aan te zetten. En hopelijk dat we niet het gevaarlijkste beest van allemaal tegen gaan komen. Dus, even kijken. Ik zit vol met inventory spul. Ik heb helaas geen tijd gehad om dat te legen. Ik heb 1 platinum coin op zak. Daar ben ik minder enthousiast over. Daar wil ik wel even verandering in brengen. Want ja, een guide wil dus niet spawnen op het moment. Quick stack. Dat is onze 6e platinum coin ondertussen alweer. En ja, we hebben 1 huis available. Dus... Oh. Ik wil niet dat onze wizard doodgaat. Dus we gaan gewoon hier staan. En ik zag net iets gevaarlijks in één keer spannen. Dus, want er zit dus een hele sterke warlock nou tussen. En daar moeten we dus vooruit kijken. Maar die beesten, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Die lopen zichzelf toch wel klem. Niks is zo leuk als onze trap dat die goed werkt. Maar nou is het dus een nieuwe vijand die in deze Goblin Army terecht kan komen. Het zou leuk zijn als we die in de steek komen nou nog. Nou ja, aan de ene kant zou het leuk zijn, aan de andere kant ook zoiets van liever niet, want het beest is sterk. Nou ja, mochten we hem tegenkomen, dan laat ik het zien. Maar ja, nou ja, trouwens, nee, ik neem jullie er gewoon helemaal mee, want dat is anders dan helemaal. Knip, knip, knip. Blijf niet knippen. Hoi. Hoi. Oh, daar hebben we hem. Dat beest. Ik had nog niet eens zo dat ik veel geraakt werd. Whoops. Ja, dat beest doet veel damage. Dat zien jullie maar weer. Een chaosbal. En... Hè? Oh, hij komt nog terug ook. Wow, dat ding dat komt gewoon dwars door de huis heen. Oh, ik moet die weg. Ik moet mijn NPC's beschermen. Oh, mijn NPC's die gaan neer. Nou, je wilt hem niet de kans geven dat hij zulke dingen op kan roepen. Kom op, haal hem neer, haal hem neer, haal hem neer. Dit gaat niet goed. Kom op! En zo'n mensen die doet gewoon ook in één keer 88 damage. Snijkvogels. Ik was zo geconcentreerd en ik had hem bijna. Ja, ik denk dat hij nou dispan. Nou ja, in ieder geval, we zijn in ieder geval van die rotbeest af. Maar ja, die beesten die zijn dus dodelijk. En ja, hij kan zijn item kan die aan jou geven via een drop. Maar ja. Dit ging niet echt zo goed gepland. Nou ja, we hebben in ieder geval weer 4 goodie bags. Maar ik wil nog steeds verder met die Wall of Flesh farmen. Dus daar ga ik nog steeds mee verder. Voordat ik iets anders ga doen. Ah, damn it. Corrupted mimic. Sterkere mimics ooit. Oké, hotline fishing hook. Is dat een nieuwe hengel? Oké. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Interessant. Leuk. Steve! Steve is terug! Steve! Ah, Steve, welkom terug, Meijer! Buddy! Steve! Steve, je hebt niet je oude kamer, maar je hebt een nieuwe kamer. Ik hoop dat je dit gaaf vindt. Oh, Steve, welkom terug!
Oh, ik ben zo blij. Nou, ik had net de laatste Wall of Flesh gedaan, zoals je dus kunt zien. We hebben de 10 gewoon gehaald. En ja, meer kunnen we er nou niet doen, want Steve is terug. En er gebeurt niks meer met Steve. Steve blijft voor eeuwig en altijd ons maatje. Oh, ik ben zo blij dat Steve weer terug is. Maar goed, we hebben dus een heleboel open te maken. En uit de Mimics, ja, ik heb 2 Dual Hooks te pakken gekregen en een Magic Dagger. En normaal gesproken gebruik ik hem niet, maar ik zal hem nog heel eventjes in de wapenskist bewaren. Net zoals wat ik zal gaan doen met de Dual Hooks die we dus uit de Mimics hebben gekregen. En ik weet niet waar ik deze vandaan heb gekregen. King Shadowflame Knife, wat doet die dan? Nou, dat is een beetje hetzelfde als een Magic Dagger, maar dan de melee variant. Ah, interessant, die heb ik nog nooit gehad. Ah. We hebben ook een Hellfire, maar je hebt van de yo-yo's, daar ben ik nog niet zo'n grote fan van. Ik heb ook heel eventjes mijn hout eventjes gepakt, omdat ik een en ander moest fixen. En omdat ik weer wat campfires nodig had, die dus de lava in waren gevallen tijdens lava slimes. Heel erg vervelend dat dat gebeurt. Eens eventjes kijken. En voor de rest denk ik dat ik hier zo alles nou bij me heb. Ja, ik heb ook nog wel wat fishing quests gedaan, daar niet van. Maar goed, laten we eens eventjes kijken welke wapens dat we hieruit kunnen gaan krijgen. Dus... ik zie heel veel breakers. Oké, weet je wat? Laten we heel eventjes een kistje even erbij pakken. We hebben hier nog genoeg kistjes. Want de breakers die gaan we toch allemaal verkopen, want dan vind ik geen fijne wapens. En hi Nimbus. Oké, we hebben dus 3 breakers. Ik zie een laser rifle. Ik zie nog meer assault rifles. Volgens mij zijn dat de enigste wapens die we kunnen krijgen. En ja, deze dingen hier, die kunnen wij inderdaad allemaal gaan verkopen. Want die zitten er allemaal standaard bij. Maar volgens mij hebben we alles van de Wall of Flesh. Dus hoeven we hem ook niet meer te farmen. Ook niet. Eens even kijken. Ik zie dus... we hebben de... nog een sorcerer. Nog een sorcerer. Even kijken. Dit zijn allemaal sorcerer emblems. Dit is de ranger embleem. Nog een summoner. Hier een ranger embleem. We hebben nog niet de melee embleem, zie ik hier. Oh, we hebben hier nog een... Oké, nou, we hebben er nog 3. Krijgen we nog de melee? Ik zie hier de melee. We hebben de melee. We hebben alles. Dus... nou, dat is een heleboel dat we kunnen gaan verkopen, want echt al die hamers die hebben we niet nodig. En ja, ik heb ook nog 2 Souls of Light te pakken gekregen, want die zaten dus aan de andere kant. Mythical, die bewaren we. Dit kunnen we allemaal verkopen, ik zal even snel laten zien wat ze doen. Deze schiet gewoon heel erg snel, dus een snelle variant van. Dus dat is dat. Nou, ik heb zoiets van laten we al deze hamers maar gaan verkopen dan, want ja, veel kunnen we er niet mee. Plus we hebben al 1 hamer in onze arsenal zitten van de Piggy Bank. Deze dingen die wil ik wel allemaal bewaren, want daar kunnen we nog hele leuke dingen mee. Dus ik ben blij dat we... oh, deze die hoort daarbij. Ik ben blij dat we er zoveel te pakken hebben gekregen. Ja, deze die hebben we ook al, dus die kunnen we ook gewoon verkopen. Deze die kunnen we verkopen, deze kunnen we verkopen. Ja, en die brekersoort, zoals ik al zei, daar doe ik zelf persoonlijk echt helemaal niks mee. Dus die kunnen we ook nog eens een keer verkopen. En we hebben ook nog eens een keer heel veel geld ervan gekregen. En oh, hallo. How are you doing? Oh, het regent hard hier. Dus ja, ik ben nou een ontzettend blij konijntje dat we dus dit allemaal hebben. Plus, we hebben Steve terug. En oh, ik ben zo blij dat Steve terug is. Ah, Kiki, wie nou? Oh, die is ook zo blij. Oh. Alleen ben ik wel in alle ophef dus helemaal vergeten om de musicbox te equippen. Waardoor dat we nog niet ons deuntje hebben. Maar er zijn nog meerdere dingen waar dat we dat kunnen gaan krijgen. Oké, nou, ik ga eerst even al die hamers even wegdoen. Deze die mogen ook weg, die mogen weg. Die brekers die bewaar ik toch niet. Mythical laser, ik gebruik ze normaal gesproken nooit, maar laten we er even eentje houden voor de grap. Misschien dat we hem ooit nog gaan gebruiken. En dan wil ik toch eerst, zeker voor het onzekere zijn, heb ik inderdaad hier nog zo'n hamer liggen? Ja, die heb ik hier nog eentje liggen. Oké, dan kunnen we de laatste ook verkopen. Goed, nou eventjes snel eventjes het geld terug in onze piggy bank. Of ja, niet in onze piggy bank, maar in onze C4. We hebben ondertussen 9 platinum coins omdat we zoveel de Wall of Flesh hebben gefarmd. En nou denk ik dat het eventjes tijd is om... hello, Nurse Zombie. Nou, weet je wat? Waar had ik nou ook alweer die goodiebags in gelaten? Staat het niet hier ergens bij? Goodiebags? Was dit niet bij de meubels? Waar heb ik mijn goodiebags nou gelaten? Ik weet het niet meer. Ah, hier heb ik ze gelaten. Ach, bij onze course en zo. Goed, ik denk dat het ook wel tijd is om even een paar goodiebags open te maken. Waarom ook niet? Dus laten we eens even kijken wat we kunnen krijgen. We hebben een vampier outfit. We hebben de turtle outfit.
We hebben een kat-outfit. Misschien kunnen we daarmee al een beetje op Eevee lijken. We hebben een ghost-outfit. We hebben een reaper-outfit. We hebben een creeper-outfit. We hebben rotten eggs. We hebben de unicorn-outfit. Oh, we hebben echt heel veel outfits. Misschien moet ik hier ook iets leuks van maken. Weet je wat? We maken gewoon eventjes een speciaal outfit-kistje. Dat is hard mode. Hier zit nog niks in. Oké, dan doen we deze gewoon eventjes noemen outfit-kissie. Mag ik heel even? Dank je. Oh. Goed, rename. Outfit. Kissy. Waarom ook niet? Safe. Oké, dus dan hebben we dus de creeper outfit. Daar hebben we nog al een beetje slechte herinneringen aan. We hebben de turtle outfit. We kunnen miauw zijn. Nou, er is één outfit die ik zeker eigenlijk wil hebben. Is het, dit is van vampieren. Dit zijn de catpants, dus we kunnen nou... We hebben de reaper hebben we, dus dat is deze. Die heeft geen schoenen. Vampire shirt. Vampire mask. We hebben de ghost die geen schoenen heeft. We hebben de unicorn. Oké. En de laatste. Nog meer van die rotten eggs. Ja, dat is throwing damage. En moeten we nog meer van die bags gaan verzamelen? Maar dat vind ik niet zo erg. Ik heb op zich best wel iets leuks. Maar we hebben vandaag toch wel redelijk wat gedaan. Ik bedoel, we hebben Steve terug. We hebben de Wall of Flash gefarmd. We hebben heel veel... Oh, we hebben zelfs een mask van de Wall of Flash. Laat ik die dan heel eventjes bij outfit kissie ook even hierbij gooien. Ik weet, bij de meubels hebben we ook, ik weet niet hoeveel outfits. Maar laat zeker even weten of ik daar inderdaad een leuk huisje voor moet maken. Dat we al die outfits kunnen gaan doen. Maar goed, tijd voor iets leukers. Namelijk de Wall of Awesome comment. En die komt vandaag van... Demi S. En Demi S. die had geschreven... Klik op dat kleine icoontje naast je inventory, aan de linkerzijde, om de crit te verbergen in plaats van je tool weg te gooien. Lol. Ja, Demi, enorm bedankt voor die tip. Ik heb het volgens mij al eerder gementiond. Maar ja, dat was dus hetgene waar ik dus echt een hele grote fout had in gemaakt. Dat ik niet wist dat je hiernaast die icoontjes kreeg, dat je daarmee crits kon verwijderen. Dus Demi S., enorm bedankt voor die tip. En natuurlijk, welkom op het Awesome Huisje. Of ja, in het huisje van Awesome Commons. Nou, met dat gezegd te hebben, denk ik dat ik het daarmee ga laten. We hebben heel erg veel voor elkaar gekregen. Oké, we hebben nog niet de vleugels voor elkaar gekregen, maar dat doe ik echt beloofd in de volgende aflevering. Plus, dan gaan we eens kijken welke oorstad er nog verder te vinden is. En of we inderdaad die frost armor kunnen gaan maken. Met dat gezegd te hebben, dank jullie wel voor het kijken. Heb je nou een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd terug hebt. Als je daar de tijd voor hebt. Steve is terug! Leukste momentje, Steve. Hashtag, welcome back, Steve. Hartstikke leuk. En natuurlijk laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Nog een hele fijne dag toegewenst. En natuurlijk weer tot de volgende video. Doei!